Wat is de volgende vraag? Hoe vond je het in de halve finale gaan? Leerlingen van de Kijkert mogen 's middags vragen stellen aan Kiki Bertens. Ze zijn groot fan van hun voormalig schoolgenoot. Ik vind het wel heel cool eigenlijk dat ze hier op school heeft gezeten en dan nu langskomt. Zo te zien ben jij echte fan? Ja. Ik heb het speciaal door mijn vader laten maken. En ik vind het echt heel erg leuk dat Kiki hier wordt gehuldigd. En denken jullie bij jezelf van, ik kan misschien ook wel beroemd worden later? Ja, ik denk het van niet. Ik denk het wel. Ik denk van niet. Nou, ik geloof er tenminste in. Ik niet. Niet alleen de leerlingen, maar ook de schooldirecteur straalt van trots. Zo even kijken, daar moet ze tussen zitten. En toevallig ligt groep 8 nog bovenop ook. En eens even kijken, dan is dit Kiki. Ja, ontzettend trots. We hebben met z'n allen gekeken ook en gevolgd. En de kinderen, ja, op een gegeven moment, Kiki Bertens was ook wel op een gegeven moment de bijnaam voor Kiki. Dus wat dat betreft, nou, hartstikke leuk natuurlijk om een oud-leerling dat te zien doen. Meester Rob kan zich Kiki nog herinneren als de dag van gisteren. Kiki was een hele goede leerling ook vooral. En heel aardig. En zoals ik al eerder zei, heel bescheiden. En dat is ze nog steeds, want je ziet dat ook in zo'n televisieprogramma dat ze zegt, nou, ik ben maar het liefst gewoon Kiki. Nou, zo ken ik haar ook, ja. En vanmiddag om 4 uur is het moment daar waar de hele school naar heeft uitgekeken. Wethouder Mohamed El Mokadem huldigt Kiki Bertens. Kiki Bertens! En als alle plichtplegingen zijn volbracht, wordt de Wateringse tennister aan de tand gevoeld door de leerlingen van basisschool De Kijkert. Wat vind je zo leuk aan tennis?